Hallo. Hey Claudine, waar loop jij tegenaan? Nou, ik ben al jaren op zoek naar een woning in Zuid-Holland. Maar het lukt gewoon niet. Hoe heeft de politiek het zover kunnen laten komen? Ik vind het heel vervelend dat jij hier ook tegenaan loopt. Helaas horen we dit heel erg vaak. En voor mij persoonlijk is het een drive ook om de politiek in te gaan. Ik wil zorgen dat mensen thuis zijn in Zuid-Holland. Niet alleen de woningen bouwen, maar we gaan ook zorgen dat je een thuis hebt met alles wat erbij hoort. Maar Arjen, hoe zie jij dat dan voor je? Wat we zien is dat veel andere partijen huizen willen bouwen en alleen maar huizen bouwen. En wij willen heel graag een thuis creëren voor mensen. En dat is veel meer dan alleen een woning. Nou, als we hier kijken bijvoorbeeld, deze wijk waar we nu lopen, hebben we sociale woningen aan onze linkerkant. Voor ons heb je allerlei koopwoningen en die mensen ontmoeten elkaar ook bij een buurtcafé. En op die manier krijg je echt een thuis. Dit is een oudere wijk, hoe zie je dat in een nieuwe wijk? In nieuwe wijken willen we precies hetzelfde voor elkaar krijgen. De plekken die straks ook zo thuis zijn voor mensen. En daarvoor is veel meer nodig dan in die woning. Daarvoor moeten we ook de scholen bouwen. Moeten we ook de tandarts, de bibliotheek, dat al die dingen in de wijk aanwezig zijn. Die wijken, zijn dat woningen voor gezinnen? Ja, onder andere woningen voor gezinnen. Maar iedereen heeft het thuis nodig. Dus wij willen ook onze ogen open houden voor allerlei nieuwe vormen van wonen. En op deze plek is een hele mooie plek waar we dat al doen. Waar mensen dus wonen met gezinnen, studenten en oudere echtparen samen. Mm-hmm. En op die manier ook gewoon het leven delen. En dan heb je ook weer een hele mooie stukje verbinding in de samenleving. Dit is dus zo'n hele mooie nieuwe woonvorm waar we wat absoluut willen stimuleren. Een stukje samenleving op het klein. Maar het allerbijzonderste is aan dit stukje, is dat er ook 3 appartementjes komen voor mensen die een crisisplek nodig hebben. En die worden hier opgevangen. En op deze manier hebben ze een eigen plek, een eigen thuis. Juist ook als ze niet in het huidige zorgsysteem kunnen vallen. En dan kunnen ze toch deel zijn van de samenleving. Wat gaaf.